Nou, het tweede deel Resident Evil 4. Thunderdome en Jax Nicholson. Yes. Even kijken of we een deuk in een pakje boter kunnen schieten. Maar bij de reden waarom we een oud spel doen. Omdat we de Resident Evil 6 demo hebben gemaakt. Ja, precies. Ik kreeg toch even de kriebels om toch nog even te kijken van wat is er met. Wat is in het verleden nou allemaal wel goed geweest en niet? Ja, dan pakken we het juiste voorbeeld inderdaad. Dan pak je Resident Evil 4. Alleen het enige is, ik heb hem natuurlijk niet op de Xbox 360 of die. Ja. Dus vergeef. Wat volgens mij ook de beste versie is door de. Ja, door die remote. Dat werkt wel lekker. Ja, loopt wel lekker in kant. Voor de duidelijkheid, Thunderdome speelt. En. Nou, dit is het tweede deel. Het eerste deel staat er op YouTube. Daar heb ik alleen even zelf commentaar onder gezet. In ieder geval, ik nog eenmaal heen was. Yes. Ik heb gelijk even een saveje gemaakt aan het einde, waar ik nog even teruggelopen. Dus niet dat ik denk van, hé, dat heb ik al gehad. Klopt. Maar wat is de deal? Als jij doodgaat, kan ik dan? Ja, of, ja, perfect. Oké. Okay. Ja, goed. Dan wisselen we gewoon af. Kijk, hier aan de dus. Ja. Steam hangt er nog, dus komt allemaal goed. Dit is trouwens. Ik kom dan hier ben ik gekomen, dus aan de overkant. Enigste, ik heb wat problemen met de remote, want mijn Samsung staat niet helemaal in de remote. Af en toe dan loop ik even dat het naast te geven. En dat is een mooie excuus gelijk, maar ja, ik schrijf op een Steam hangt. Dat kan ik niet tegen. Hey, hoe is? Ik ga schieten. Ach, ja, ja, als het zo doorgaat, wordt het Let's Play met Jax Nicholson. Ja, dat geef je wel. Dat zeg ik, dat is wel gebeurd. weer niks. Je hebt Okami al gered? Okay, ja, die wolf. Ja. Ja, die heb ik al uit die hond. Beest. Help. Ja, ik zet help. Ja, ik zet gisteren eigenlijk. Nee, joh. Dat bedoel ik. Dit kindknop. Oh. Ook de kindknop is door. Is, D-pad? D-pad iets? Nee, D-pad is die. Deze? Ja, ook niet. Deze. Ah, kijk. Manager. En daar hebben we een mooie koffer. Ja, precies. Yes. Dit is belangrijk voor. Zal ik lekker de help kijk, dit is, pakken? Of zal ik een green nee, joh. Kijk, dit, klinkt, dit ziet er al wat lekkerder en overzichtelijker uit dan die gedoe in Resident Evil 6. In de demo. Oké, de pack moet dan. Mensen moeten we opmaken. Eén is draaitje. Kom maar één kant op, hè? Dus. Ja. Hier zit niet de Matrix Vision in, die heeft hij hier nog niet? Volgens mij niet. Oké. Okay. Hier was hij nog niet te bang. Hier was hij nog niet te bang. Okay. Hier was nog te half. Ja. Hello, Hunnigan. Yeah. Leon, how you holding up? Bad question, Hunnigan. Sorry to hear that. I'm sending you a plane back. But for the rest, it's good. I'll take a look at it. Thanks. Wow. Hij blijft. Alsof er niks aan de hand is. Ja, ik doe dit. Ja, ik doe dit. Bla bla bla. Ik wou bla bla. Ik heb net met veel pijn moeten uit op zoek. Ik vraag wel. Ik vind het goed. Wat heb ik Change the screens. Oh, goed. Dat hebben we wel. Hoek die doen. Meneer, voor Ashley, ik vind het wel. Doei. Ashley, ja, als ik Ashley. Dan toch. Ik vind Resident Evil 4. Is dat toch een pers, hè? Die neergeschoten wordt in. Ah, dat is ja, dat kunt wel. Jij hebt Resident Evil 4 al eerder uitgespeeld? Ik heb Resident Evil 4 al een lekker pakje en ik heb gewoon wat dingen bij Mercenaries los zelf aangekomen. Okay. Oh, dit is. Wat een zet en gof. Ik heb Resident Evil 4 ook eerder uitgespeeld, ook op de Wii. Ik ben niet zo van twee keer achter elkaar snel uitspelen. Er moet een spel wel heel goed zijn. In een handjevol spellen waar ik dat gedaan heb. Ja. Resident Evil 4 vond ik er niet één van. Ik vind het een heel goed spel hoor. Nee, absoluut. Op zich wel leuk. Nou, bij mij is het ook. Ik kan makkelijk wel eens makkelijk 2-3 jaar lezen voor deze speel. Als niet langer. Maar ik moet wel zeggen, jij ziet iemand daar verbrand zien worden op een brandstapel ja, en dan loop je er gewoon op. Ik heb er een ja, oké. Okay.
een beetje achterlangs gespeeld. Teken, je kon maar teken. Oh ja, wat doe je? Ja joh. Je kon maar teken. Ja, weet ik. Schiet op. Ah joh. Teken er niks. Ja, doe. Pak, schiet er neer. Kun je niet die kick doen? Ja, je moet niet schuin houden als je ziet. Ja, er zitten mensen achter je. En dan zou ik de goede kant op gaan. Oh, niet eens. Ja, roep me wat. Zit je niks aan je? Ja. Niks ja, ik... Hemel. Yes. Kom, hemel. Zie je bompa neer. Hey! Ai, 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 ai. Bompa. Alleen bompa. Ja, wat mooi hemel. Oh, dit gaat mis. Rennen! Dat is eigenlijk geen dus. Dan moet je ook een beetje open draaien, ja, zo, dat doe je ja. Nu. Weet niet, ik wou net zeggen, ik ga even een huisje of zo inlopen. Nu nog voordalen. Nee. Kistjes inlopen. Oh, die? Ja, die kun je voor het raam. Dat is zo. Hij schiet je op zonder. Maar het schiet al gelijk. Je schiet al iets beter dan staat iemand op bompa. Dit schiet al iets gerichter dan straks wil ik vijf nog even buiten laten. Even een momentje. Was er ook ergens een huisje voor de bovenkant? Ja, klopt. Ja, daar maak je je druk om als er Spanjaarden achter je zitten die je willen vermoorden. Om de soep. Hurp. En er lag nog een hurp in het huisje. Waar is dit? Als het goed is. Of ammo, weet ik veel. Er lag wat. Er lag iets. Daar op de kast. Sneeuw toe. Wat? Leon is wel erg. Ja, is geïnteresseerd op wat hij doet. Dus wil je ook even bij die bank staan? Dit is een hele oude bank. Die ziet er niet goed uit. Ja. Ah, dit is. Ja, wat is dit? Dat is de bello. Goh, ja, wie zou dat zijn? De goede ter Picadillo. Ja. Dat was toch Salazar of Sapper? Ik weet niet, Sapper. Ja, ik weet niet meer. Kleine namen zijn net als de... Ik weet wel dat de tegen moet als vrouw zo. Dat moet ik later bij de professor. Ja, oké, maar omdat Salazar, Sapper, ik weet niet meer wie. Maar ik loop. Brian! Doe dit eens een kappie! Ga je voor de trassie. Waar is die voor de trassie? Ja, ja, shit hè. Ah, oh, dat had je niet moeten doen. Ze nemen wel de kogels in het gezicht, als een champ. Ja, dat moet ik zeggen. Laat de bos. Teken in de kogels, laat de bos weg. Maak het plaats. Ik hoor een ketting gaan. Ja, ik ook. Ik hoor het wel. Ja, het staat naast je hoor. Ik zeg het je. Ja, ik geloof het ook. Jump over. Ja, dat is zeker. Geek. 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 Ik vond het zo tijd voor jou, Bart, hè? Dat ze doorgaat wel, ja. Naar rechts. Ga laat, ik heb een kogel hier. Naar rechts, je loopt weer terug. Moet je niet aan A inhouden en dan... Ja. Oh, jij hebt niks. Ik heb niks meer. Nu mag je met je mes, je gaat het wapen. Hier, ja, je gaat dit eens af. Ren. Hij loopt op die harde moment. Ren, Lenny. Die ladder, pak die ladder, pak die ladder. Oké. Okay. Ja, klein. Die klem, landzak. Hoor die, pak die ladder. Draai om. Nee. Oh, wat erg. Ja, dit is afgelopen. Oeh. Oh. Lekker. Nog dan, ja, laat. Ik ben er. Ik heb het paniek. Hier, shot een kogel.
Oh ja, die is ook shotgun, ja. Take the shotgun. Ik hoop echt dat het nou gepasseerd wordt, dat niet. Nee, volgens mij is dat is die hier gepasseerd. Dat is een 5 pas. Ja, oké. Okay. Ik ben kijk op deze. Draaien, lek draaien. Ja, wat ik moet zeggen, dat is het. Oh! Echt nou? Nee, die linker staat zo op. Pas als de kettingzaag stopt met geluid maken, dan is die pas dood. Oh, dat is stom. Wat doe je? Stop het! Nee, nu gooit hij hem omlaag. Ja. Wat stom is eigenlijk. Wacht even. Lieve kip. Nieuws? Hey, kijk even in de files, hoe je dat moet doen. Combine. Waar we straks zo wijzelijk zeiden van, dat hoeft ja, niet. Ja, dat hoeft niet. Start! Ja, hier, nou. Rennen. Pak die kip. Hoor eens? Ja. Leatherface. Wat een Leatherface. Die shotgun. En hou die trap en hou die ladder in de gaten. Eerst die erop komt neerschieten. Ja, dat is wel Leg het! Leg het, motherfucker! Ja, weet niet. Hier! Wat is dat dan? Smok je al uit? Ja, echt wel. Dat is wel normaal, hè? Nou, dat had niet goed. Wow! Oh. Dat wil niet komen. Hoor eens. Dat waren gelijk alle drie de stemmen van iedereen? Ja. De hele voorspel van jou had. Ik ging het, je moet hier overleven. Oké hoor. Ik heb ook zo'n, ja, kut genaamd. Ja, die zit genaamd, maar je moest hier toch, dit was toch tijdgebonden? Ja, volgens mij wel, een tijdje overleven, of misschien een aantal mensen dood. Nou, die ketting zaagt dan sowieso. Nou, hoop dat ik het gooien zo in één keer op de muur heb. Nee joh. Hoi. Ja, ja, goed zo. Die rotte gun. Rottige gun? Rottige pistool. Ja, waarom kan ik hem niet aan laden dan? Nou, dat moet je. Dat komt toch, of niet? Nou, combine. Blijf mij, maar. Weet ik niet. Je doet het niet combineren, hè? Je doet het erbij. Ah, hier, 6. Zonde van die kogel! Oh, nu, ja, dit is niet handig. De gele urk. Ja, lijkt me nou. Oh! Ik dacht even dat ik nog kogels had. Hier, pompa! Ja, fucking pompa. Oh, yeah. You are dead. Ja, die gaat eraan. Ik ga eraan. Geen druk hoor, maar. Merci. Climb up! Climb fucking up! Oh, yeah. Paniek? Ja. Loop! Ik wil wel een hypo hebben. Ladder, ja, die zetten ze zo toch weer op. Met zo'n motorrijden bij de stoplicht. Ja, hier, je gaat eraan. Dus afgelopen. Wegwezen! Ga er weg! Mol op! Met die mol. Wegwezen! Schoot niet op zo wat. Oh, komt hier. Hey. Ja, lekker. Nou. Kijk, skills, hè? Ja. Fucking skills, jongen. Hey. Ik zou dimmen. Ik ben gewoon een shit. Ik ben gewoon een shit. Het is net als in het echt, hè? Ja, jongen. Met gelovigen. Als de bel gaat, dan. Als de bel gaat, alles naar bevallen op. Dan hebben ze gewoon bang voor mij. Mijn skills. Ja, hey. Ik wou het zeggen. Het zweertje. Ja. Ik zou het zo komen. Oh, kijk dan, nu gaat hij ook de baden. Ja, als je wat is dit? Wat krijgen we nu pas Resident Evil? Game over of zo, wat?
Hij kan toch niet goed met skills waar hij niet kan werken. Waarom? Resident Evil. Die was die gast. Like, there's some bad news. I confirmed the body of an officer. Something's happened to the people here. Vind je dat slecht nieuws? Get out of there. Look for a tower and follow the trail near it. Got it. Got it. Is dit een goed moment om deel 2 af te sluiten? Ik denk wel. Even hielen denk ik, even een safe pointje. Even zien of er een safe pointje ergens is. Kijk, kom nog binnen. Ja, of we kappen gewoon deze af en we gaan gelijk verder met die. Weet je, doen we dat. Ja. Ik vind wel met zo'n hoogtepunt. Ja, ik gerust wel zeggen. Maar het hoogtepunt moet stoppen, ja. Zeg ik altijd. Dus, nou, bij deze. Tot ziens.